Hallo YouTube, welkom bij een andere aflevering van Thuisbrouwen met Christian. Vandaag gaan we het hebben over het zelf opkweken van gist. En dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, alleen je moet goed beginnen. Nou, het kan met appelsap, daar hou ik niet zo van, we zijn bier aan het maken, dus ik maak eerst een bierextract. Hiervoor neem ik 100% bierextract of moutextract en dat doe ik op 1 liter water. Ik maak hier 2 liter, dus ik neem 200 gram. Daar doe ik ook gewoon een theelepeltje gistvoedingszout bij. Het is niet nodig, maar het is net wat beter. En daar voeg ik vervolgens 2 liter water aan toe. Dit hoeft allemaal nog niet steriel, dit is gewoon keukenschoon. En dat voeg je gewoon allemaal toe. Ja, doe niet als ik, laat de lepel er niet invallen, dan is hij vies. Nou, vervolgens gaan we dat zo op het vuur verwarmen, al roerend. En let hierbij op dat je hem even goed doorkookt. Ook hier willen we, net als met je wort, een rollende kook zien. Kijk, een mooie rollende kook voor minimaal 10 minuten. Want dan is het allemaal steriel. Kijk, hele mooie rollende kook. Nou, vervolgens zet je hem weg. Zijn van het fornuis af. Laat hem even afkoelen. En doe je ze in steriele flessen. En mijn tip is, gebruik hiervoor een ander flesje als dat je zelf hebt. Gebruik hiervoor ook een trechtertje, maak ze allemaal even steriel. Zet ook wat dopjes klaar. En dan met een soeplepel vul je de flesjes gewoon. Of gebruik een bottelpijpje, net wat je zelf fijn vindt. Omdat het niet zoveel is vaak, doe ik dat eventjes gewoon met een trechtertje en een soeplepel. Let erop, dit is allemaal kokend heet. Ja, dus deze keer vul je ze echt heel warm af. En dan cap je ze zoals je gewend bent. En deze laat je gewoon even op het aanrecht afkoelen tot kamertemperatuur. Of zet ze in je kelder, zorg dat ze niet te snel afkoelen. Dan komen we nou bij het tweede deel. Ik heb zojuist een glaasje Chimay ingeschonken. En er zijn 2 manieren. De moeilijke en de makkelijke. Nou, eerst brengen we dus dat wortextract eigenlijk wat we hebben. Doen we een beetje van in een flesje en dat schudden we op en neer. Op de bodem van de flesje zit wat gist. Dan kan het of in een Erlenmeyer. Of in een petfles. Nou, de petfles is de makkelijke manier, de Erlenmeyer is de wat complexere manier. Nou, daar gooi je eigenlijk normaal een heel flesje bij, maar hier als voorbeeld doe ik even half flesje, want dat werkt ook. Nou, om te beginnen, zorg dat alles goed steriel is. Je schudt om er zuurstof in te krijgen, dan knijp je erin en knijp je de fles eigenlijk leeg. En die zet je neer. Nou, in de Erlenmeyer zit al een magneetje en dan zet je op een magneetroerder. En dan breng je aan het roeren. Gewoon rustig laten roeren, er moet beweging in zitten. Hij moet een soort van vortex trekken. Dus het klein tunneltje dat er lucht in komt, zo. En dat laat je gewoon rustig doen. Zo'n magneetroerdertje is via AliExpress of via een brouwwinkel te koop. Dat zijn tegenwoordig 50, 60 euro. Maar ook met een petfles kan het. Zorg dat die petfles iets ingeknepen is. Waarom? Je gist maakt dadelijk ook weer koolzuur en alcohol van het spul wat erin zit. En daardoor zie je, dit is aan het eind van de dag, dat die fles weer bol staat. Nou, wat doe je dan? Dan open je voorzichtig de dop, dan hoor je een kleine tss. Dat knijp je eruit. Vervolgens laat je hem eventjes 1 of 2 keer vol met lucht. En dan schud je hem weer een keer heel grondig. Die zuurstof is goed voor in je wort. En dan draai je hem weer open. En knijp je hem in en zet je hem weer weg. En als je dit in de ochtend en de avond doet, heb je binnen 5 dagen heb je eigenlijk genoeg gist om bij je bier te gooien. En let op, werk steriel. Succes ermee!